10 deelnemers afkomstig van de Nederlandse conservatoria hebben gestreden in de voorronde van de 9e competitie van de Leiden Bonenkamp Jazz Award 2017. 4 daarvan zijn doorgegaan naar de finale. Ja, en die is op 19 maart in het Leids Volkshuis vanaf 2:30. En ik kan je verzekeren, er wordt een prachtige muziekmiddag. Want die 2 voorrondeavonden waren ook al heerlijke muziekavonden. Prachtig om jonge mensen die fantastische jazzmuziek maken in allerlei vormen en stijlen. Want wat voor artiesten zijn dat? Het zijn allemaal jonge mensen natuurlijk. En het zijn allemaal verschillende instrumenten. Er is een saxofonist door, een gitarist, een drummer, een pianist. En je vraagt wat naar de verschillen. Ja, sommige mensen spelen meer fusion-achtige jazz. Andere mensen traditionele. Mensen die wat rustige muziek spelen. En hele opwindende, swingende. Wat dat betreft kan je wel zeggen dat het ook een keur aan stijlen binnen de jazz is. Want jazz is natuurlijk echt wel een hele gevarieerde muziekvorm. En hoe waren de voorrondes? Je staat versteld aan.